Hallo allemaal, hartelijk welkom bij alweer een video over Lightburn, in-depth, tips en tricks. Gisteren hadden we deel 7, vandaag deel 7b. Hoe komt dat dan, zul je je afvragen? Nou, dankzij een zeer oplettende YouTube-viewer van mijn kanaal, Philip. Philip, bedankt nogmaals. Gisteren deed ik in de video Tips en Tricks deel 7, liet ik zien hoe je nodes kon bewerken. Daarbij was er één functie die ik niet wist. Dat was de T van Trim Align. En Philip heeft me even haarfijn uitgelegd hoe dat werkte en dat wil ik je niet voorbehouden. Ik wil je dat even laten zien. Ik weet niet of je je kunt herinneren gisteren. Op het moment dat ik een basic form maak, in dit geval even een rechthoekachtig iets, en ik selecteer die form, dan moet ik hem dus eerst naar een traject converteren. Dat doe je door op de form te gaan staan, rechts te klikken, converteren naar traject. Als ik hem dan selecteer, dus ik maak weer dat ik van die hendeltjes eromheen krijg, en ik gebruik de nodenknop, deze hier, dan zien we dat er een aantal nodes zijn. Nou, die nodes die konden we bewerken. Als we met de muis gingen staan op die nodenknop aan de linkerkant, dat is de vijfde van boven, dan zie je daar S voor Smooth Node Offline, L Convert, enzovoort, enzovoort, enzovoort. In de video van gisteren heb ik al die functies laten zien op eentje na. Eentje heb ik er laten zien, die ga ik opnieuw laten zien, want de grap van het verhaal is dat Philip natuurlijk helemaal gelijk heeft. Als je omgedraaid denkt van Extend Align, dan kom je eigenlijk in Trim Align terecht. En wat was nou het verhaal? Als je een lijn ging extenden, dus ging uitbreiden, je maakt een lijn die niet zeg maar tot aan de randen van de rechthoek komt. Ik doe vervolgens Escape. Ik selecteer die lijn. En ik gebruikte de nodenknop, dan was de knop extend, dus als ik op een van die twee groene punten ging staan en ik gebruikte zeg maar de extend functie, dan sloot hij hem aan op die lijn van de rechthoek in dit geval. Nou, let op. Want wat Philip zei, stel nou je maakt die lijn te lang. Natuurlijk ook een hele goede opmerking. Waarschijnlijk zou je hem dan kunnen trimmen. Nou, dat zei hij niet dat het waarschijnlijk was. Hij zei, je kunt hem dan trimmen. En dat ga ik laten zien. Als ik nu dus op dat groene blokje ga staan en ik gebruik de trimfunctie, even nog een keer opnieuw. Als ik op die nodes bewerken ga staan, zien we onderaan trimlijn en extendlijn staan. Nou, die extend die had ik gisteren al laten zien, maar die trim niet. En dat is dus de T. Dus als ik nu op dat groene blokje ga staan en ik pak de T, ja, dan doet hij dus hetzelfde, alleen niet naar buiten toe, maar naar binnen toe. En zo slim is het natuurlijk. Philip, nogmaals ontzettend veel dank voor de uitleg daarvoor. Hoe ik dat niet heb kunnen zien, want normaal gesproken denk ik eigenlijk bijna altijd naar twee kanten toe. Hè, dus als je de lijn te kort hebt, hoe je hem dan zeg maar naar de buitenkant kunt halen, dat is die extend functie. Maar het is natuurlijk eigenlijk logisch dat de andere kant anders ook kan. En dat is de trimfunctie. Nou gaat hij natuurlijk de verkeerde kant op trimmen. Nou ja, goed, het zij zo. Ik ga hem even te breed maken. Want op dat moment zullen we zien dat als ik dan die functie gebruik, tot ik dan, zeg maar, tot hij gaat trimmen naar de lijn toe waar hij overheen gegaan was. Dus extend, de lijn groter maken als, zeg maar, de vorm om de lijn heen staat, als het ware. Trim, de lijn kleiner maken als de lijn groter is dan de vorm. En dit wilde ik je dus nog heel even laten zien. Nogmaals, Philip, hartelijk dank voor jouw opmerkelijke opmerking. Zeer goed gezien. Dit is hoe de trimfunctie werkt. Ik hoop dat je er alsnog wat van geleerd hebt. Tot de volgende keer, zo zie je. Iedereen leert, ook ik. Tot de volgende keer. Dag.